Three Times a Lady. Tuurlijk. Een mooi uit 1981 alweer. Van de Commodores. Hier in de late avond. In deze dagen van vakantie staat Hohoi in Rotterdam nog tot en met 19 augustus weer in het teken van Jeugdvakantieland. En dat eigenlijk al 60 jaar lang. Weliswaar niet meer georganiseerd door de gemeente, maar dat mag de pret niet drukken. Late avond verslaggever Jeroen van Gent is er voor u als luisteraar even gaan kijken en luisteren. Jeugdvakantieland. Nou, je hoort een enorme, wat zou ik zeggen, ja, muur van geluid eigenlijk. En, het is geen geroezemoes, want hal na hal hier in Ahoy in Rotterdam is gevuld met kinderen en hun ouders in het jeugdvakantieland. Nou, ja, daar was ik dus ook als kind. Het bestaat al 60 jaar, dus dat kan wel. Met mijn 52 jaar was ik hier ook als kind. Wat heb je vandaag allemaal aan gedaan? Heb je een beetje wat leuke dingen kunnen doen? Ja. Ja. Vertel eens wat, noem eens een voorbeeld. Tandenpoetsen. Oh ja, van de schooltandarts. Ja. Dat is heel belangrijk, hè? Ja. Ja. Wat zou je nog graag willen doen vandaag wat je nog niet hebt gedaan? Skelteren. Skelteren. Heb je thuis ook een skelter? Nee. Die weer vast hebben? Ja. Wat vindt u ervan? Ja, superleuk. Ja. U bent als ouder hier. Hoe lang bent u zo gemiddeld binnen? We waren hier vanochtend om 9:15 en we zijn er nu nog steeds. Oh ja, dat is een goed teken. En maandag ook al, hè? Ja. Waar zou je graag nu nog naartoe willen? Knutselen. Knutsel jij thuis ook wel dan? Ja. Vaak, hè? Ja, jij bent hier op jeugdvakantieland. Wat heb je vandaag al gedaan? Niet heel erg veel, heel veel op de trampoline geweest. Dus de hele dag op en neer, poing, poing. Ja. En jij, wat doe jij vandaag? Oh, ook op de trampoline. Trampoline? Nou, moe en verder niks? Ja, de stormbanen en zo. Ja, dus een beetje fysiek iets, hè? Sportief. Ja. Wat heb jij vandaag al gedaan? Trampoline gesprongen. Ook al? Ja. High five. Wat hebben we nog meer gedaan? Patat gegeten is heel lekker hier. Ja. En tennis. En wat wil je nog gaan doen? Wat wil je ontzettend graag gaan doen vandaag? Winnen van Bodhi. Wat? Winnen van Bodhi met high-fives. Oh, ja, okay. Hoe wie de meeste high-fives heeft. Dat is een soort recordpoging. Ja. Jij geeft zoveel mogelijk mensen een high-five. Ja. Wat heb je er al gedaan? Ik heb er nu 36. Dus dat verzin je gewoon zelf? Ja. Oké, okay, high-five. 37, hartstikke bedankt. Hier kan je, ja, we leren iedereen alles uitproberen. Voor elk instrument, je kan gratis alles uitproberen. Saxofoon, drummen, maar bijvoorbeeld ook DJ-les. U geeft normaal ook les aan zulke jonge kinderen? Ja, vanaf 5 jaar. Ja, alle instrumenten is vanaf 5 jaar. En de saxofoon is vanaf 8 jaar. Wij zijn van Popschool Ommoord. De kinderen kunnen hier een dance workshop doen. We doen afro-dance, Afrikaanse dans. En ja, ze kunnen gewoon lekker bewegen en losjes. Dit is van de dansschool Moves Rotterdam. Weet je, om Afrikaanse dansen goed te kunnen doen, moet je gewoon gevoel hebben. Kunnen blanke kinderen dat ook? Ja, ja, ik doe mijn best. Ja? Okay. Ik doe mijn best. Ja. Het jeugdvakantieland is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. En vorig jaar waren er maar liefst 50.000 bezoekers. Nou, als u het geroezemoes op de achtergrond hoort. Nou ja, geroezemoes, dat zei ik net al. Het is een muur van geluid van spelende kinderen en hun ouders die dat een beetje in goede banen proberen te leiden. En natuurlijk de vele, vele, vele vrijwilligers die hier belangeloos die kinderen allemaal begeleiden. Wat gebeurt er hier? Je maakt gewoon kinderen blij met een verband. Ja. U bent van het Rode Kruis. Inderdaad. Wat kunnen ze hier doen? Ze kunnen eigenlijk van alles doen van het Rode Kruis. We hebben een speurtocht voor de kinderen met 14 vragen. En dan kunnen ze Sam en Bram kunnen ze helpen om iemand te helpen om EHBO te leren. Dan krijgen ze een heldencertificaat. We hebben het tentoonstelling interactief met Van Kind onder vuur. Dan krijgen ze een rondleiding en dan kunnen ze alles over het oorlogsgebied leren. Dan krijgen ze een lesprogrammaatje mee. En natuurlijk bij de echte EHBO-post kunnen ze een verbandje komen halen. Ja, ja, want dus, dat zie ik hier. U bent druk in de weer met namaakbloed. Namaakbloed, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Dat vinden ze te gek. Dat is helemaal te gek, maar het verbandje lijkt net op gips. Dus ze willen dat heel graag eens proberen, ja. Ja. Ik zie ineens een hele oude schoolklas. Ja, dat klopt, van het onderwijsmuseum. Wat kunnen ze hier doen? Ze kunnen hier schrijven op een lijn met een griffel of ze kunnen met een kroontjespen schrijven.
echt zoals vroeger? Ja, echt zoals vroeger. Ja, in oude schoolbankjes. En we hebben een oud schoolbord. En nou, ze vinden het hartstikke leuk. Ik heb nog het leesplankje gehad ooit vroeger. Van de Aapnootmies. Aapnootmies, ja. Ja. Ja, dat is wel lang geleden. Ja? Ja. Nou, wat zijn de reacties over het algemeen? Ja, leuk. De kinderen vinden het leuk, want het is eigenlijk best wel iets simpels om te doen. Maar ze vinden het allemaal hartstikke leuk. En de opa's en oma's natuurlijk ook. Dus ja. Nou, u bent van de organisatie. Mag ik u vragen, wat is uw naam? Mijn naam is Natasja Peeman. En het is van Lodder Events uit Numansdorp, hè? Klopt. De gemeente heeft dat jarenlang gedaan. Die heeft jarenlang daar veel tijd en budget en zo ingestoken. 60 jaar bestaat dat. Nou, hebben jullie dat vorig jaar geloof ik overgenomen? Ja, we hebben het vorig jaar overgenomen omdat het dreigde te stoppen. De gemeente Rotterdam moest kiezen tussen een zwembad sluiten of jeugdvakantieland stoppen. Ja. En het werd jeugdvakantieland. En omdat wij meerdere vanuit Lodder Events, zeg maar, de organisatie van jeugdvakantieland, meerdere evenementen in Ahoy organiseren. Kwam er eigenlijk een belletje vanuit Ahoy, is het niks voor jullie? En zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben we het vorig jaar in 6 weken tijd georganiseerd. Op hele korte termijn opgepakt. En dan is er natuurlijk van alles waarschijnlijk niet helemaal goed gegaan of zo. Maar of is het toch nog goed gaan rollen? Nou, ik moet zeggen dat we toen in die 6 weken echt wel een goed programma hebben neergezet. Tuurlijk kregen we wat kritiek. Hè. Je hebt natuurlijk ook te maken met ook de deelnemers die al op vakantie waren. En we hebben goed geluisterd naar die kritiek van vorig jaar. En dat was voornamelijk op het gebied van knutselen. Nou, dat hebben we dit jaar ruimschoots goed gemaakt. Er kan heel veel geknutseld worden nu. Zeker weten. Er is genoeg te doen voor iedereen. Ja. Voor mensen die ik kan me niet voorstellen, maar voor mensen thuis die aan de andere kant, die luisteren. Wat is jeugdvakantieland? Hoe kunt u dat het beste kort samenvat? Jeugdvakantieland is voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar 1 dag of eigenlijk ook wel meerdere dagen 1 groot feest op het gebied van sport, recreatie, educatie, dansen, knutselen, wat ik net al zei. We kunnen paarden verzorgen. Het is eigenlijk een groot feest voor elk kind wat hier naartoe komt. Ja, er is wel voor elk wat wils eigenlijk. Hè? Je kunt dieren aaien, je kunt op een dwergpony rijden. Ik heb slangen zien liggen, maar ook sportieve dingen, educatieve dingen. Het onderwijsmuseum heb ik zien staan. Dus heel breed. Ja, zeker. We zeker ook op de educatie ons richten, zeg maar, ook voor de kinderen. En dat stukje willen we er ook zeker in blijven brengen. En ook genoeg leuke dingen natuurlijk te doen. Dus ik kreeg van de week ook de vraag van cultuur. Dat klinkt wel zo'n beetje zwaar. Maar dat is natuurlijk op het gebied van dans en knutselen en schilderijen maken en DJ worden. Dus dat hoort er allemaal bij. Oorspronkelijk is het voor de minder bedeelde kinderen in Rotterdam. Wat is nou zo'n beetje de toegangsprijs? Met de Rotterdampas kun je voor 1 euro naar binnen. Ja, klopt. De houders van de Rotterdampas voor 1 euro. Dan krijgen de kinderen op de basisschool hebben een jeugdvakantiepaspoort gekregen. Daar zit een kortingscoupon in waarmee ze eenmalig 25% korting kunnen krijgen. En de normale entreeprijs is 6 euro. De kinderen gaan allemaal op en neer op springkussens, oké. Maar er zijn ook heel veel bedrijven, organisaties. Ik zag scuba divers. Ja, dat is van de duikschool H5. En dat is voor kinderen vanaf 8 jaar. En die kunnen daar de eerste les in het duiken gaan krijgen. Dus dat is ook een heel gewild onderdeel. Ongelooflijk. Ja. Lego stand. En wat dit jaar ook nieuw is op jeugdvakantie, is dat er een hengelsportvereniging is waar kinderen kunnen hengelen. En dan leren ze toch met speciale, ik weet niet ook precies hoe het moet, maar in speciale tonnen. Dan kunnen ze er ook punten halen. Yes. Er zit ook een leuke prijs aan vast. En zelfs schaken? Schaken, de Rotterdamse Schaakbond is ook aanwezig. Ja, ja, er is echt genoeg te doen. Ja. A&M Recycling heeft u die ook gezien met het slopen van de computers, ja, de computers. En het recyclen van de materialen. Juist. Ja, dat is ook heel gewild bij vooral de jongetjes. Wat kunnen ze dan doen? Dan krijgen ze een computer en dan mogen ze, zeg maar, de onderdelen uit elkaar halen van de computer. Maar die onderdelen ook gelijk leren ze scheiden. Dus als er iets van metaal of iets anders in zit, dan leren ze gelijk dat afval scheiden. Ja, toch wel heel belangrijk is. Dus het ook een stukje educatie weer. En kan ik me zo voorstellen dat u hier vroeger zelf ook geweest bent? Dat klopt. Ja, ik ben inmiddels 44 en als klein meisje heb ik hier echt een groot deel van mijn vakantie rondgebracht. En daarom vind ik het ook zo geweldig om te doen nu. Het balletje is rond. Jeugdvakantieland is nog geopend tot en met 19 augustus in Ahoy in Rotterdam. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid.